naar Frank. Want minister Ollongren die haalt uit naar Thierry Baudet. Onze minister van Defensie noemt het pijnlijk. Pijnlijk dat er Kamerleden zijn die de Nederlandse steun aan Oekraïne kwalificeren als een aanval op onze vriend Rusland. Die woorden gebruikte Ollongren gisteren tijdens de tweede termijn van het debat over de defensiebegroting. En des te pijnlijker is het, voorzitter, dat er leden in dit huis zijn die de steun aan de Oekraïnse zelfverdediging kwalificeren als, ik citeer, een aanval op onze vriend Rusland. En daarom, ik citeer weer, niet meer voor het leger zijn. Einde citaat. Ons leger. Vorige week zei FVD-leider Thierry Baudet in een livestream op zijn Instagram dat hij de dienstplicht altijd wel een mooi ideaal vond. Maar aangezien ons leger nu onze vriend Rusland wil gaan aanvallen, ben ik niet meer voor het leger, aldus Baudet. Ollongren reageert daar nu op door impliciet te zeggen dat de inzet van onze mensen niets anders dan respect en waardering verdient. Ik wil tegen hen zeggen, we hebben jullie heel hard nodig. Ja, mevrouw Adriaanssens, wat vindt u van de woorden van Baudet en vooral ook de manier waarop uw collega Ollongren daarop reageert? Nou, wat Ollongren doet, dat is zeer terecht. En dat is, ik ben heel blij dat ze op die manier heeft gezegd. Want we hebben een leger in Nederland om ons te beschermen, om ons allemaal veilig te houden. Dus er zitten een heleboel dingen die niet kloppen in het verhaal van Baudet. En dat is belangrijk, dat mensen die in de politiek iets vertellen, dat klopt. Nou, ten eerste zijn wij niet in oorlog direct met Rusland. Ons leger vecht niet tegen Rusland. Bovendien heeft Rusland is Oekraïne binnengevallen. En dat is wel heel dichtbij op ons continent. Hè. Dat is heel, heel bedreigend voor onze eigen veiligheid. Dus die twee dingen moet je niet door elkaar houden. Maar ik ben, nou, net zoals zij, hartstikke trots op al die mensen die voor ons er zijn en zorgen voor onze veiligheid. Dus... Ja, is natuurlijk, hè, dat is ook goed, maar die woorden worden wel gezegd. Welke impact heeft dat op de maatschappij? En vooral ook, hoe hebben jullie het daar dan over, bijvoorbeeld in de ministerraad? Nou, de ministerraad is vandaag, dus daar zullen we zeker over spreken. Dit was natuurlijk eerder deze week. Ja, kijk, je moet op een gegeven moment ook wel even kijken wat zijn feiten en wat zijn niet de feiten. En wat hij hier zegt klopt gewoon niet, maar het doet ook onrecht. Dus daar wil ik me gewoon van distancieren. Ja, maar betekent dat u dan in de politiek ineens een soort fact-checking-rol heeft? Ik denk dat we daar sowieso een beetje in balans zijn. Dat we veel kritischer moeten zijn op het tegengaan van informatie die mensen op het verkeerde spoor zet. Maar ik hoop dat heel veel mensen begrijpen dat wat hij hier zegt niet aan de hand is. Nee.